Zeker fijn. Nogmaals, voor de tweede keer, degene die al vanaf het begin erbij waren, hartelijk welkom bij onze vierde online webinar van de Taskforce Kindermishandeling. Dat organiseren we in nauwe samenwerking met het coördinatiepunt Meldcode Trainingen. Dit vierde onderwerp gaat vandaag over praten met kinderen. En kinderen hebben binnen de Taskforce een hele belangrijke positie. Want het kind staat centraal in aanpak. We praten niet alleen over kinderen, maar ook met kinderen. Dus daar gaan we het vandaag met name over hebben. Het is een interactief webinar. Dat betekent dat u vragen kunt stellen. Dat ziet u onder of boven in beeld. Dat hangt een beetje van de pc en de digitale omgeving af. Dus stel vooral vragen. We proberen een aantal van die vragen tijdens de presentaties te behandelen. Maar lukt dat niet qua tijd, dan komen we daar altijd graag bij u op terug, of persoonlijk of in een verslagje. Maar de vragen die u stelt, daar komen we absoluut op terug. Er zit geen chatfunctie op. Dat is in sommige webinars wel. Dat is in deze webinar niet het geval. Dus vandaag de kinderen centraal, praten met kinderen in deze stressvolle isolatietijden, dat we kinderen heel vaak een tijd niet hebben gezien, niet op school, niet op de sportvereniging. Hoe gaat het met ze? En hoe gaan we dat dan vragen? Wat als ze met een, dat ze bij ons een beetje een onderbuikgevoel oproepen? Hoe openen we zo'n gesprek? We hopen vandaag heel veel inspiratie te krijgen van Margreet en Annette. Ik vraag Margreet en Annette zichzelf even voor te stellen. En dan Margreet meteen gewoon te starten met de presentatie. Want we hebben heel veel inspiratie te bieden aan jullie vandaag. En geen tijd te verliezen. Ik kom straks met mogelijke vragen iedere keer bij jullie terug. In ieder geval veel inspiratie gewenst vanmiddag. En fijn dat jullie erbij zijn. Margreet, jij als eerste en daarna Annette? Prima, is goed. Fijn dat jullie mij uitgenodigd hebben om vandaag iets te vertellen over praten met kinderen over onveiligheid. Ik vertel er altijd heel graag over. Ik ga daar graag met mensen mee aan de slag van hoe je dat nou. En dat is vanuit mijn eigen achtergrond als pedagogisch medewerker en als jeugdbeschermer. En tegenwoordig nog als familiemediator en kindbehartiger. Dus veel nog in gesprek met ouders en kinderen. Maar ik geef dus ook als trainer bij Tim Consultancy vaak trainingen over veiligheidsplanning en gesprekken met kinderen. En dan zal ik me even voorstellen. Ik ben Annette Velders. Ik werk als case manager bij Veilig Thuis Midden-Brabant. Ik praat ook vanuit Veilig Thuis met kinderen. Ik zal straks vertellen hoe wij dat bij Veilig Thuis gaan doen. Maar Margreet die zal met name het hebben over de alle praktische ervaring met het praten met kinderen. Ik zal op het eind de functie van Veilig Thuis vertellen. En een paar voorbeelden hoe wij het op dit moment doen, ook in deze coronatijd. Margreet, dan geef ik jou nou het woord. Dankjewel. Dan nog de slide verder. Ja. We gaan het inderdaad hebben over van wat is nou de impact van al deze ingrijpende gebeurtenissen in de thuissituatie, maar ook op kinderen. Op welke manier hebben kinderen last van deze crisissituatie? Wat doet dat met mensen? Maar ook vooral kijken naar het stukje veerkracht. Hoe kan je de veerkracht van kinderen versterken? Omdat we denk ik als professionals daar een hele belangrijke rol in hebben en daar veel in kunnen betekenen. En specifiek inzoomen nog op dat stukje gespreksvoering. Van wat is de impact van stress op de gespreksvoering? En ook specifiek over gespreksvoering met kinderen. Van waar moet je dan rekening mee houden? Wat is helpend om toch in gesprek te kunnen met kinderen over wat zij wellicht nu allemaal meemaken in hun thuissituatie? En daarna inderdaad gaat Annette vertellen over wat veilig thuis daarin kan betekenen, ook voor jullie. Maar laten we eerst kijken naar van wat is de impact van ingrijpende gebeurtenissen op de thuissituatie. We horen er allemaal heel veel op over dat het idee is dat het geweld, de onveiligheid achter de voordeur nu enorm toeneemt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat mensen 24/7 nu bij elkaar zitten in heel veel situaties. Bij ouders neemt de stress toe. Doordat zij onzeker zijn over wat mag nu wel, wat mag nu niet, hoe gaat het met naasten. Wellicht zijn zij mensen in hun naaste omgeving verloren. Mensen die heel erg ziek zijn, die ze niet kunnen bezoeken. Dus begrijpelijk dat die stress toeneemt.
Wellicht zijn ouders ook heel erg onzeker over hun eigen werkloosheid die wellicht zit aan te komen. Dus dat maakt dat mensen daardoor of verlamd raken of daardoor bozer worden, chagrijniger worden, lontje korter wordt. En dan moet je in die periode ook nog goed voor je kinderen zorgen. Terwijl ook in die zorg voor je kinderen wordt er meer van je gevraagd. Ouders met kinderen die nu ook huiswerkbegeleiding soms moeten doen. Die kinderen moeten begeleiden bij het leren. Die moeten zorgen dat de kinderen dan maar weer online zijn om gebruik te maken van het onderwijs. Dus genoeg redenen natuurlijk waardoor het in de thuissituaties fout kan gaan. En vooral fout kan gaan in situaties waar vaak toch al meer spanning was. Al voor de hele coronacrisis. Die gezinnen lopen natuurlijk nu extra risico om in deze periode dat er nog meer onveiligheid is. En niet alleen in de zin van fysiek geweld. Ik denk dat er ook genoeg plekken zijn waar juist ouders verlamd raken door dit alles wat er gebeurt. Geen puff hebben, heel erg in de wachtstand zitten. Ook niet de energie hebben om voor hun kinderen te zorgen. Waardoor kinderen soms die taak zelf op zich nemen. Dat kinderen voor hun ouders gaan zorgen. Wellicht op hun tenen lopen omdat ze geen last willen veroorzaken voor papa en mama. Dus dat is natuurlijk ook de andere kant die we niet moeten vergeten. Hè? Onveiligheid achter de voordeur gaat niet alleen maar over fysieke mishandeling. Dat gaat net zo goed over verwaarlozing, geen aandacht. Dat is voor kinderen net zo goed heel erg ingrijpend. Nou, en hoe we nou met stress omgaan, dat is bij iedereen heel erg verschillend. Iedereen ontwikkelt daarin zijn eigen strategie eigenlijk. En dat kunnen we heel goed uitleggen aan de hand van het window of tolerance. Het stressraampje. Dit stressraampje, het window of tolerance, gebruik ik heel vaak ook om aan kinderen uit te leggen van wat is nu de impact van stress op kinderen. Als ik met kinderen praat over de scheiding van hun ouders, leg ik vaak uit door alle stress die daarbij komt kijken, dat ouders sneller uit hun raampje gaan. En daarbij leg ik uit van we hebben allemaal een raampje. Een raampje waar de stress binnen zou moeten blijven. Want zolang die stress binnen dat raampje blijft, dan kunnen we goed nadenken over ons handelen. Dan werkt ons reflectieve brein. En die grote grijze massa is dan goed aan het werk. En dan kan je goed nadenken over wat handig is om wel of niet te doen. Maar doordat er nu heel veel op je afkomt, er gebeurt heel veel in je leven en er is een heleboel onzekerheid, wordt je raampje misschien wel wat kleiner. Of de stress die je hebt, wordt misschien wel wat meer. En soms wordt die stress dan zo groot, of je raampje zo klein, is dat je niet meer in je denkbrein zit. Zodat je niet meer goed na kunt denken over wat je wel of niet moet doen, wat handig is om te doen. En dan heeft iedereen eigenlijk automatische reacties. En die automatische reacties zijn in een heleboel omstandigheden zijn die superhandig. Als je op straat loopt en je komt in een gevaarlijke situatie, dan is het maar goed dat je daar niet heel lang over nadenkt. Dan moet je reageren. En iedereen ontwikkelt zich daar anders in. Sommigen hebben geleerd dat het vooral heel effectief is om van je af te vechten. Bij kinderen leg ik dan uit, een beer is heel groot en heel sterk. Dus wat een beer moet doen als die in gevaar is, moet vooral gaan vechten. Daar is hij goed in, daar zit zijn kwaliteit, daar schrikt hij mensen mee af. Dus ga maar heel hard brullen, dan rent die ander misschien wel weg. Maar een hert bijvoorbeeld is niet heel erg sterk. Dus het is helemaal niet slim als een hert heel hard gaat brullen. Want daar schrikken andere dieren niet van. Dus een hert die is heel goed in hard rennen, dus die vlucht op het moment dat er heel veel gevaar is. Een konijntje, leg ik dan ook nog wel eens uit, die kan op het moment dat er heel veel gevaar is, die zit bijvoorbeeld lekker in het bos en er komt in één keer een auto over het bospad en de grote lampen schijnen op dat konijntje. Dan gaat een konijntje, die gaat helemaal stil zitten en die hoopt maar dat het gevaar weer voorbij gaat. En dat is ook hoe het bij mensen werkt. Ook mensen kunnen voor een van deze reacties hebben gekozen, ooit gemerkt dat dat heel effectief is. En ze blijven dat nu nog steeds doen. Ook in situaties waar het soms niet nodig is. Maar dat is hoe ons brein daarop reageert, hoe we daarmee omgaan. En dat is heel slim van ons lijf.
Nu is het vooral belangrijk ook om te kijken als er straks weer meer contact is met kinderen. Kinderen mogen weer naar school toe. Er komt weer meer interactie. We krijgen weer meer zicht op hoe het met de kinderen gaat. Is het ook heel belangrijk om te kijken naar die veerkracht van kinderen. Hoe kunnen we samen met kinderen daarnaar kijken? Dus de dia over de veerkracht mag in beeld. Sorry, ik heb daar gewoon helemaal eentje open. Je mag het inderdaad weer terug naar signaleren. En dus hoe kunnen we nou straks op een moment dat je weer meer contact hebt met kinderen, of wellicht heb je juist nu contact via beeldbellen of op andere manieren met kinderen, hoe kan je dan oppikken van wat er achter die voordeur gebeurt? Want ik zei ook al, er zijn ook kinderen die heel erg voor hun ouders gaan zorgen. En dat houden ze ook vol in contact met andere mensen. Vanuit die loyaliteit van kinderen gaan ze wellicht helemaal niet vertellen van wat er aan de hand is. Omdat ze de vuile was niet buiten willen hangen. Omdat ze bang zijn voor straf. Maar zich misschien ook wel heel erg schamen. Allerlei redenen waarom kinderen niet zomaar zullen vertellen. Ook hebben kinderen niet altijd de woorden om te vertellen van wat er aan de hand is. Om dat uit te leggen. Het is belangrijk om heel goed te kijken naar dat gedrag van kinderen. Om te kijken waaraan zou ik kunnen merken dat het niet goed gaat met dit kind. En ja, was het maar zo dat we een vast rijtje hadden waardoor we altijd kunnen zien waardoor het niet goed gaat met kinderen. Het ene kind zal heel veel internaliserende gedragskenmerken laten zien en de ander juist externaliserend gedrag. Dus het ene kind wordt er juist hyperactief of heel druk of schrikachtig of dat soort gedrag krijg je te zien. Terwijl anderen teruggetrokken zijn, dromerig zijn, stil, zich eigenlijk heel erg klein maken, niet zichtbaar willen zijn. Dus dat maakt het ook zo ontzettend lastig om te signaleren dat het niet goed gaat thuis. Want al deze dingen die ik noem, die kunnen net zo goed signaal zijn dat er iets anders aan de hand is met een kind. Dus belangrijk wanneer je ziet dat je contact hebt met de kinderen, om te kijken van wat zit er achter dat gedrag. Hè, dit plaatje van de ijsberg maakt dat vaak heel erg duidelijk. We zien bepaald gedrag bij kinderen, of wellicht in contact met de ouders zie je bepaald gedrag. Maar daaronder zit nog veel meer. Hè. Daaronder zitten al die gevoelens, al die ervaringen die kinderen hebben meegekregen. En belangrijk is het dus om met elkaar te kijken van hoe kom je bij dat laagje. Hoe kom je bij dat laagje van wat er nog meer aan de hand is? En belangrijk dus op het moment dat je bepaald gedrag van een kind ziet, om niet alleen op dat specifieke gedrag te reageren, maar altijd te zoeken naar die gevoelens die daaronder zitten. Wat wil een kind jou eigenlijk dus nog meer vertellen over hoe het gaat? Dan komen we dus bij dat stukje over veerkracht. Wat kan je nou doen in contact met kinderen om te zorgen dat ze hier doorheen komen, dat ze herstellen van wat ze allemaal hebben meegemaakt? Want ik denk, we zitten allemaal in een ingewikkelde periode en we gaan daar allemaal heel verschillend mee om. En wat maakt nou dat de een daar makkelijker doorheen rolt dan de ander? Een stukje genetisch zal daar zeker in meespelen. Maar voor herstel is een steunend netwerk voor kinderen superbelangrijk. Dus jij als professional kan daarin een rol spelen voor het kind. Maar ook door samen met het kind te kijken naar welke mensen hij of zij in zijn eigen omgeving heeft. Wellicht mensen waar ze nu even geen contact mee hebben gehad, maar hopelijk nu wel weer meer mee in contact kunnen zijn. Dus wat jij kan doen als professional is in ieder geval een veilige basis bieden. En ook stabiel zijn in die relatie die je hebt met een kind. Beschikbaar zijn, zowel emotioneel als fysiek. Het is ook belangrijk om goed te kijken naar je eigen gemoedstoestand. Ben je op dit moment in staat om dat luisterend oor voor kinderen te bieden, om naar hun verhalen te luisteren? Het stukje sensitief reageren op de behoeften van kinderen. Daarin is het belangrijk om gevoelsreflecties te geven, om terug te koppelen wat je ziet bij het kind. Echter om dat niet groter te maken dan dat het is. Want als een kind angstig is, is het goed om dat te bevestigen. Om wel aan te geven van, nou, begrijpelijk dat je in deze situatie bang bent of onzeker bent. Niet goed weet van wat er allemaal gaat gebeuren. Ook dat je daarin aangeeft wat de impact op jouzelf is geweest. Of ook de impact is van het verhaal wat het kind vertelt. Maar daarin dat je wel afweegt dat het niet te groot wordt voor een kind. Dat het niet te zwaar is voor een kind. Want wanneer een kind merkt
dat het jou emotioneel heel erg raakt, zullen ze ook weer voor jou gaan zorgen. Zullen ze ook daarin voorzichtig en terughoudend zijn met hun eigen gevoelens te uiten. Wat verder ook belangrijk is om kinderen te helpen in hun zelfregulatie, om hen te helpen om voor ontspanning te zorgen, zodat ze ook die onrustgevoelens kwijt kunnen. Dus kinderen met heel veel bewegingsonrust, om ze de ruimte te bieden om te bewegen, om te ravotten, om te rennen, dat soort dingen weer te kunnen doen. Maar ook om te leren om weer wat mindfulness, om meditatie, yoga, weet ik, verzin leuke oefeningen die je met kinderen kunt doen, om ook weer te ontspannen. Want wanneer kinderen in een nare situatie hebben gezeten, zijn ze eigenlijk continu in die hyperalerte fase. En het is fijn als ze in contact met jou ook weer een stukje tot rust kunnen komen, weer op adem kunnen komen bij jou. Wees een voorbeeld ook voor kinderen. Dus laat zien hoe je zelf omgaat met spannende, ingewikkelde situaties. En we hoeven niet te doen alsof het op ons geen impact heeft gehad of nog steeds heeft. En laat daarin zien hoe jij daarmee omgegaan bent, wat daarin helpend is geweest voor jou. En voor kinderen is het super belangrijk om te weten dat zij ergens bij horen. Dat er ergens een groepsgevoel is, een groep is waar ze bij kunnen aansluiten, waar ze bij horen, naast hun ingewikkelde thuissituatie. Vanuit het Centrum Seksueel Geweld, Eva Wikenits, die heeft een tijdje terug een oproep gedaan. Zo van, hoe kunnen we kinderen nou in die ingewikkelde situaties laten weten dat zij niet de enige zijn die in een nare situatie zitten. Dus zij hebben uiteindelijk het filmpje gemaakt over een brief voor kinderen. Dus het is denk ik goed om even dat filmpje te zien. Dat filmpje opgestart kan worden. Er zit hier een link van een filmpje zit hier in. Zit erin, een linkje. Hoef je niet te beurten. Nee, ik denk dat hij het niet doet. Dus wellicht goed als je gaat googlen op niet jouw schuld en Centrum Seksueel Geweld, dan kan je dat linkje wel vinden. En dus in Nederlanders wordt er een brief voorgelezen aan kinderen, waarbij duidelijk de boodschap is van goh, wellicht zit je nu in een situatie waar iemand aan jou zit op een manier die niet oké is. En vooral die boodschap richting kinderen, dit is niet jouw schuld, het is niet oké dat dit gebeurt. Jij kan er niks aan doen en jij mag ervoor kiezen om hierover te praten. En je mag ervoor kiezen om dat nu niet te doen. Maar weet wel, op het moment dat jij hierover wilt praten, dat dat oké is, dat dat mag. Omdat dit gewoon nooit jouw schuld is. Dus ik denk dat het ook heel goed is dat we met elkaar nadenken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze brief, dat dit filmpje, bij de kinderen terechtkomt. Zodat zij ook dit van al die verschillende mensen horen. Want dat is voor kinderen ontzettend belangrijk, dat ze keer op keer te horen krijgen, dit wat jou overkomt nu, is gewoon niet oké. Daar mag je over praten, dat mag je aangeven aan andere mensen, hoe loyaal kinderen ook zijn. En vanuit die boodschap ook, zodra je erover praat, dan kunnen mensen jou en jouw papa en mama ook helpen. Dat dat vooral de intentie moet zijn van praten. Dus belangrijk om daarin ook altijd zelf hierover te beginnen. Belangrijk als kinderen zometeen weer allemaal regelmatig op school zijn, om zelf dat onderwerp te introduceren. Om met kinderen te kunnen praten van, hey, we hebben allemaal heel lang thuis gezeten. Bij sommige kinderen is dat een fijne periode geweest waarin je veel bij papa en mama bent geweest. Maar er zijn ook kinderen waarbij dit niet een fijne periode is geweest. Daarbij het minder fijn was thuis. Die thuis misschien hebben meegemaakt dat er veel meer geschreeuwd werd. Kinderen die hebben meegemaakt dat er ook geslagen werd. Kinderen die mee hebben gemaakt dat er iemand aan hun heeft gezeten op een manier die niet oké is. Die aan hun privéplekjes, aan hun geslachtsdelen heeft gezeten. Dus dat is denk ik wel super belangrijk dat wij zelf leren, dat we onszelf aanwennen
om hierover te praten met kinderen, om aan te geven dat dit gebeurt. Daarmee geef je kinderen heel erg de boodschap, je bent niet alleen hierin. Je bent niet de enige die dit meemaakt en dat heeft zelfs een naam. Dat heet kindermishandeling, of dit heet verwaarlozing, of dat heet seksueel misbruik. En daar zijn andere mensen gewoon heel goed in om jou daarmee te helpen. Om papa en mama ook daarmee te helpen om daarin te stoppen. En je merkt vaak dat wanneer we daar het groepsgesprek over aangaan, dat verhalen van kinderen op tafel komen. Dat kinderen daardoor erover durven te praten. Dus wanneer je als professional eerst een algemeen verhaal daarover vertelt dat dit gebeurt, dan kan je ook met kinderen bespreken, ken jij zelf ook iemand die dit meemaakt thuis? Heb je wel eens van iemand anders gehoord die verteld heeft dat hij iets naast meemaakt thuis, dat het niet goed gaat? Dan kunnen kinderen daarover praten met elkaar. En dan kan je kinderen ook rechtstreeks die vraag stellen. En hoe is dat bij jou? Heb jij wel eens zoiets meegemaakt dat iemand echt heel erg boos op jou werd? Wat niet fijn was, waar je van bent geschrokken. Heeft iemand jou pijn gedaan? Ja, dus dat je op die manier daar wel over kunt praten. Dan wanneer je dat gesprek aangaat met kinderen, is het altijd belangrijk om te kijken van, goh, hoe start je nou het gesprek? Hoe zoom je in op de onderwerpen die belangrijk zijn? En hoe kan je dat gesprek ook weer afronden? Ik maak dat altijd duidelijk met de vis. De vis die heeft een hele duidelijke kop, romp en staart. Deze afbeelding. En belangrijk in die kop gaat het vooral over het stukje vertrouwen winnen bij kinderen. Contact maken. In dat contact maken laat je een kind weten wat hij aan jou heeft. Op wat voor manier jij er voor hem of haar bent. Wat ook de context is waarin jullie met elkaar in gesprek gaan. En wanneer dat contact gelegd is. En soms hoeft dat niet eens heel lang te duren. Kan in een paar minuten kan dat eerste contact gelegd zijn. Waarin je laat zien dat je betrouwbaar bent. Dat je er bent voor het kind. Dat je geïnteresseerd bent ook. Dan belangrijk dat je het onderwerp introduceert waar je het over wilt hebben. En dan is het belangrijk om naar de verhalen van kinderen te luisteren. Om zoveel mogelijk ruimte te geven voor het verhaal van een kind. Dat een kind kan vertellen, vaak eerst over het feitelijke stukje. Of van wat er nou allemaal gebeurd is. Waar het kind was, wat er gebeurde, wie er nog meer bij was. Hoe het stopte wellicht. En dan dat je ook door gaat vragen over de impact. Wat voor gevoel het kind daardoor kreeg. Wat voor last zij daar misschien nu nog steeds van hebben. Dus feiten, dan naar het gevoelstukje, naar de impact daarvan. En dat je ook met het kind gaat kijken van wat zijn nou jouw wensen of wat zijn je verwachtingen. En daarin is voor kinderen heel vaak de wens of de verwachting, ik wil zo graag dat dit stopt, dat dit ophoudt. Dat iemand mij daarmee mee helpt. En dan ga je in de staart, ga je samen met het kind, ga je een terugkoppeling, een samenvatting geven van wat je samen hebt besproken. En je gaat daar duidelijke afspraken ook over vervolg van maken. En wanneer jij vanuit jouw positie bijvoorbeeld een melding gaat doen bij Veilig Thuis, is het zo belangrijk voor kinderen om daarin meegenomen te worden. Ja, om daar ook iets van te mogen vinden. En ook dat jij het kind weer laat weten van als dat contact is geweest, hoe gaat het dan nu verder? Wat gebeurt er daarna allemaal? En voor kinderen ook wel fijn dat als er een gesprek geweest is over een beladen onderwerp, dat je ook even kijkt van hoe kun je weer zorgen voor een stukje ontlading bij kinderen. En dus wat kan je eventueel even doen aan een spelletje of echt even iets lichamelijks voordat een kind bijvoorbeeld weer de klas in moet of weer verder moet of weer naar huis moet misschien. Dus dan kan je daar samen naar kijken. De vraagtechnieken die daarin zijn, we weten allemaal dat het ontzettend belangrijk is natuurlijk om open vragen te stellen. In een ander webinar zag ik dat dat ook aan bod is gekomen, dat vooral die open vragen beginnen met wie, wat, waar, wanneer. En al die W-vragen behalve de waarom-vraag. En toch blijft het keer op keer super lastig om over het onderwerp kindermishandeling open vragen te stellen. Heel snel gaan mensen toch gesloten vragen stellen. En gesloten vragen beginnen bijna altijd met werkwoorden. Dus op het moment dat je je open vragen stelt, ga dan ook vooral kinderen aanmoedigen om verhalen te vertellen. Dus op het moment dat een kind een kleine opening geeft over wat er thuis aan de hand is, vertel daar eens alles over. Vertel daar eens nog meer over. Hoe ging dat toen nog meer? Dus
Wees daarin echt oprecht geïnteresseerd naar dat verhaal van een kind. Nou ja, geen gesloten vragen stellen. Weten we allemaal hoe ontzettend belangrijk is. Hier nog even op een rijtje waarom dat dan zo ontzettend belangrijk is. En gesloten vragen, vragen om een ja, nee, antwoord, weet ik niet. Misschien toen wel, toen niet. En vaak zit daar ook verwachtingen in verborgen. En daar zit al in verborgen wat we eigenlijk denken wat het antwoord van kinderen zijn. En kinderen krijgen met gesloten vragen ook altijd een hele mogelijke mooie optie. Tussen een gokwagen. Als ze niet goed weten wat ze moeten antwoorden, dan hebben ze in ieder geval 50% kans dat ze het juiste antwoord geven. Dus dat gokken neemt alleen maar toe. Dus ik denk de allerbelangrijkste vraag die je kinderen kunt stellen op het moment dat zij vertellen over nare gebeurtenissen thuis, is vooral ja, de vraag, eigenlijk meer een opdracht, vertel daar eens alles over. En dan is het vooral belangrijk dat jij hele grote oren opzet en dat je vooral in je luisterhouding zit. Want ik denk, we focussen vaak op die vraagtechnieken, maar eigenlijk veel belangrijker zijn je luistertechnieken. Het luisteren naar kinderen, naar de verhalen die kinderen hebben. En dus het volgende plaatje mag erop. Deze beagles vind ik altijd zo geweldig mooie honden in dit verband. Want die hebben mooie grote oren die ontzettend belangrijk zijn. Ja, dus hoe kan je een kind gewoon echt laten weten dat je luistert naar hun verhaal. Dat je er voor hun bent. Dat begint al door ook alle non-verbale signalen op te pikken van kinderen. Dus dat je niet alleen maar luistert naar wat een kind zegt. Ja, dus het verbale stukje. Dat je ook luistert naar wat laat een kind mij eigenlijk zien. Aan houding, aan gedrag en al dat soort dingen. Oprecht luisteren laat je ook vooral merken door de techniek van het LSD'en. LSD klinkt altijd een beetje spannend, maar het luisteren, samenvatten, doorvragen is een hele belangrijke techniek om kinderen te laten weten, ik heb je gehoord. Dus dat je continu een aantal woorden herhaalt van wat het kind gezegd heeft. Ja, dat je die er weer uitpikt. Nee, dan is het natuurlijk belangrijk om te kijken van op het moment dat een kind vertelt over wat er thuis aan de hand is, om voor jou te kijken van, hey, wat zegt dat over mijn positie, mijn rol, wat doe ik met die informatie? Want binnen de verbeterde meldcode hebben we nu disclosure, dus een onthulling van een kind, wordt gezien als een belangrijke meldnorm. Dus op het moment dat een kind vertelt, het gaat niet goed bij mij thuis, want ik word geslagen. Papa of mama heeft mij geslagen op mijn rug en dat deed pijn, of die heeft me geslagen met een stok. Of kinderen die vertellen dat er iemand aan hun lijf heeft gezeten op een manier die niet pijn is, die pijn deed. Wat doe je dan met die informatie? Je meldcode geeft daarin dus aan dat het belangrijk is om in die situaties een melding te doen bij Veilig Thuis. En dat is er vooral op gericht dat er hulp komt. Hè? Dus dat de gezinnen verder geholpen worden om het geweld te stoppen. Om ook mee te kunnen kijken van wat kunnen we daarna nog allemaal doen. Maar dit is vaak het lastigste stukje. Wanneer gaat een disclosure, wanneer gaat een onthulling van een kind over kindermishandeling? Wanneer is het dat moment dat ik ook echt melding moet gaan doen bij Veilig Thuis? Hè? Kan ik niet gewoon alleen dat luisterend oor zijn voor kinderen? Dat zijn soms ethische dilemma's waar je mee te maken hebt. Ook angst voor het verliezen van de vertrouwensband met een kind. Want wanneer een kind jou iets toevertrouwd heeft en tegelijkertijd daarbij zegt, maar je mag dit niemand vertellen. Ja, wat doe je daar dan mee? Je wilt liever niet het vertrouwen van een kind kwijt. En tegelijkertijd moet je hier wat mee. Dus een inschatting samen maken over de veiligheid van het kind. Wat is de impact daarvan? Maar kinderen ook vooral vragen waar hun angst in zit. Wat maakt dat ze niet willen dat hier verder over gepraat wordt. Zodat je daar samen het over kunt hebben. En dat je dan aan een kind ook uitlegt dat het vanuit jouw positie, jouw rol, niet mogelijk is om dit geheim te houden. Dat je met anderen gaat overleggen om te kijken hoe je het beste dit gezin kunt helpen hiermee. Dus ik denk dat het goed is, Annette, dat jij kunt vertellen van wat kan Veilig Thuis daar dan in betekenen als gemeld wordt of wellicht nog advies gevraagd wordt. Ja. Ik neem het over, Margreet. Prima. Dankjewel voor de manier waarop jij ons hebt meegenomen in hoe je het beste met kinderen kan praten en wat het geweld op het kind kan doen en hoe je het gesprek zo samen kan vatten.
Als er inderdaad als er sprake is van de disclosure of als je andere zorg hebt, dan kan je contact opnemen met Veilig Thuis. Dan moet ik even tegelijkertijd de sheets doen en mijn verhaal vertellen. Dus het is even een try-out voor mij. Wat doet Veilig Thuis? Veilig Thuis is het advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld, ouderenmishandeling, seksueel geweld. Alles komt daarbij aan de orde. De opdracht van Veilig Thuis is, wat Margreet net al vertelde, is om de acute en structurele onveiligheid te stoppen in afhankelijkheidsrelaties. En dit doen we absoluut niet alleen natuurlijk, maar dit doen we juist met iedereen eigenlijk die belangrijk is voor het kind. Het kind die net tegen jou als leerkracht of als vertrouwenspersoon verteld heeft wat er gebeurd is. De ouders, een oom en tante, maar ook hulpverleners. Veilig Thuis, dat doen we echt met elkaar, met z'n allen. En met mensen die juist heel erg dicht bij de gezinnen staan, die zijn er het allerbelangrijkste bij. De vormen van geweld heb ik even op een rijtje gezet, maar die spreken eigenlijk wel voor zich. We hebben het over kindermishandeling, ouderenmishandeling en allerlei vormen van fysiek, psychisch en seksueel geweld. Veilig Thuis, die werkt volgens de visie van een gefaseerde ketensamenwerking. Belangrijk is om gezamenlijk te werken aan de veiligheid. Op het moment dat er sprake is van onveiligheid, zijn mensen niet in staat om andere dingen te doen. Vandaar dat die gefaseerde ketensamenwerking samengesteld is. En dat is een landelijke visie die omarmd is door alle gemeenten en instellingen en de nationale overheid. Dus we werken eigenlijk met z'n allen aan die gefaseerde ketensamenwerking. Eerst moet de veiligheid hersteld worden en daarna kunnen we pas gaan kijken van goh, waar lag dat nou aan en wat heeft het nog mee te maken. Eerst moet een kind en ook volwassenen moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. Het advies- en meldpunt kindermishandeling, die kan je bellen en contact opnemen voor alle vragen, adviezen en ondersteuningsvragen bij alle vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Adviesvragen kan je bij Veilig Thuis anoniem doen. Ook als je nog niet zeker weet of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Je kan altijd bellen naar ons, naar onze collega's en naar mij om te vragen van goh, wat kan je er nou mee? Wij kunnen meekijken, wij kunnen meehelpen in een gesprek met een kind, in een gesprek met een ouder, om te kijken van goh, is hier sprake van onveiligheid? Wat kan je er zelf aan doen? Of wanneer is het inderdaad, wat Margreet al zei, volgens de meldcode noodzakelijk om een melding bij ons te doen, zodat wij kunnen gaan kijken van hoe kan die structurele onveiligheid hersteld worden en wat is er nog meer nodig om de hulpverlening te gaan organiseren. Nu het onderwerp praten met kinderen, waar Margreet het net al heel uitgebreid over heeft gehad. Binnen ons handelingsprotocol praten wij natuurlijk ook altijd met kinderen. Wij gaan geen begeleiding met kinderen opstarten, maar wij vinden het wel heel belangrijk om van alle direct betrokkenen te horen wat hun visie is op de veiligheid. En dat zijn niet alleen de volwassenen, maar dat zijn juist ook de kinderen. Wat vinden de kinderen zelf van die veiligheid? Wat zeggen zij van de thuissituatie? Wat zeggen zij van de onveiligheid? Kinderen tot 4 jaar is dat heel moeilijk om een gesprek mee aan te gaan. Dus die zien wij met name. Vanaf 4 jaar gaan wij eigenlijk gesprekken aan met kinderen om te horen hoe het met ze gaat en wat kinderen daar nodig van hebben. Zoals jullie allemaal weten, doen wij dit nu ook digitaal. En was het in de coronatijd ook heel erg moeilijk om face-to-face contacten te hebben met kinderen. We hebben ook de adviezen van het RIVM gehanteerd. En ja, hebben dus ook veel of met telefonische contacten gedaan of op een andere manier met kinderen gepraat. Wij vinden het eigenlijk altijd belangrijk om een kind te spreken in een wat veilige omgeving. En in de coronatijd was dat wel lastig om dat thuis te doen. Dus hebben we ook echt wel meer telefonische contacten gedaan. Met name met wat oudere kinderen, wat pubers, die toch wel hun eigen verhaal konden vertellen. Mijn eigen ervaring is daarmee dat ik dan inderdaad ook kijkend naar die vis die Margreet zei van eerst het gesprek introduceren, vervolgens tot de kern kwam en dan ook aan kinderen bijvoorbeeld een schaalvraag kon stellen, waarbij ik vroeg van goh, als nul nou eens heel onveilig is, afhankelijk van het verhaal, kan je dan aangeven goh, kinderen zijn, er zijn heel veel ruzie tussen ouders of er is heel veel onveiligheid, dat is dan de 0 en de 10 dan is het heel erg onveilig. En waar zit je dan nou? Dan kon een kind een cijfer geven en dan maakte het cijfer niet zoveel uit, maar dan vroeg ik ook van goh, wat heb je nou nodig om dat cijfer te laten verhogen. En dan kon een kind aangeven wat hij zelf nodig had. Dan kon hij bijvoorbeeld aangeven, nou, de papa en mama wat meer naar elkaar leren luisteren. Zo, hè? Van dat gewoon zo'n kleine opmerking
van een kind, dan kom je er heel erg achter van, goh, waar zit het kind en hoe ziet het kind dat? En dat kan je dan weer met ouders doornemen om verder de veiligheid te gaan vergroten, hoe dat kind het op dat moment ervaart. Ook in alle andere gevallen praten wij vaak met kinderen voor het driehuizenmodel. Daar hebben we het huis van de zorgen, het huis van de leuke dingen en het huis van de dromen. En daarin zijn ook verschillende dingen die je ook met kinderen kan bespreken. Ook in deze coronatijd nou, hè, van goh, wat vind je nou, met wie ga je nu het liefst in de tuin spelen? Of wie bel je nou het liefst? Het zijn allemaal mogelijkheden en vragen om ook in deze coronatijd nu met kinderen te gaan bespreken. Ik heb hier staan nog een aantal voorbeelden die jullie ook zelf kunnen zien daarin. En dan denk ik dat we nu over kunnen gaan op de vragen die mogelijk gesteld zullen zijn. Daar kom ik weer even in beeld, geloof ik. Daar hebben nog niet zo heel veel mensen de vragenknop gevonden. Of jullie hebben alle twee een heel helder verhaal verteld. Dat kan natuurlijk ook. Dat laatste vooral, vermoed ik. Ik krijg een vraag wel hier binnen over of jullie iets kunnen vertellen over de lengte van een gesprek. Van, is dat leeftijd afhankelijk? Hoe doe je dat met jongere kinderen? Zit daar verschil in? Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen? En mag ik dan eerst dat aan Margreet vragen en daarna misschien nog Annette even uit haar praktijkervaring? Ja. Degene die daar altijd hele mooie dingen over heeft gepubliceerd is Martine Delfos. In haar boek Praten met Kinderen heeft ze daar ook wel iets over gezegd. En dat klopt. Bij je hele jonge kinderen, voor kinderen van 4 tot 6, ja, als je daar een 10 minuten kunt praten over een onderwerp, dan houdt het vaak al op. Dus daar is de spanningsboog heel kort in. En zul je dus heel snel to the point moeten komen. Als je dat niet snel genoeg doet, dan is het kind eigenlijk alweer verdwenen. En zo komt er iedere keer een beetje tijd bij. Kinderen van een jaar of 9, 10, 40, 45 minuten. Pubers kan je echt wel heel lang mee in je gesprek gaan. Mits je zorgt dat het brein op aanstaat. Dat ze geïnteresseerd zijn. Dat ze merken, oké, dit is een oké gesprek voor mij. Hier heb ik wat aan. Ik word uitgedaagd. Als je pubers niet uitdaagt, dan misschien is 5 minuten gesprek dan al te veel. Dan haken ze alweer af. Dus dat is belangrijk daarin om mee te nemen. Dat heel verschillend qua spanningsboog van kinderen. En als je met jonge kinderen in gesprek gaat, ja, dan kan je ook dat heel erg combineren. En als ik als kindbehartiger met kinderen in gesprek ga, dan spreek ik meestal 50 minuten af. Maar dat betekent dat we eventjes ergens over praten. Dat we dan weer een andere werkvorm inzetten, dat we gaan spelen. Dan kan ik weer wat meer doorvragen op bepaalde onderwerpen. Dus dat, je speelt daar continu mee met die spanningsboog van kinderen. Dus dat is een beetje van hoe ik daarnaar kijk. Ja, ik eigenlijk ook hetzelfde. Het is inderdaad heel erg afhankelijk van de leeftijd van kinderen. Zeker bij basisschoolkinderen. Vinden we, als de kinderen het leuk vinden om te gaan tekenen, gaan we dus een driehuizenmodel of gaan we op een andere manier tekenen. En dan kan een kind ook even afgeleid zijn door even met de tekening bezig te zijn. En vervolgens kan je weer wat vragen gaan stellen. Kan een kind daar weer even op gericht zijn en vervolgens weer op de tekeningen. Zo, je merkt op een gegeven moment, sommige kinderen die kunnen dat heel goed en andere kinderen die zijn daar wat sneller in afgeleid. Dus het is inderdaad, en pubers die, als ze daar zin in hebben, dus ook nog heel erg verschil of ze daar zin in hebben op dat moment, kan je inderdaad wat dieper in gesprek gaan. Maar we hebben ook verschillende technieken, zoals de huizenmodel of een gewoon gesprek met pubers, afhankelijk gewoon van het onderwerp en van ja, de spanningsboog van de kinderen. Zijn wij meestal ja, 3 kwartier bezig om ons gesprek met de kinderen te hebben. Oké, dus voor mij helder dat het inderdaad leeftijdsafhankelijk is en in moet spelen op iedere andere situatie. Er komt nog een vraag binnen over het geheimtje wat een kind met jou deelt. Van ja, goed, Margreet gaf al aan. Van als je daar iets mee moet, dan moet je daar ook vervolgstappen in gaan zetten. Maar hoe ga je dan met dat geheimtje vervolgens om in die vervolgstappen? Hoe betrek je daar weer een kind bij? Hoe doe je dat? Mag ik jullie dat weer in dezelfde volgorde vragen? Eerst Margreet en daarna Annette. Dat is wel prima. Ik denk dat vaak het effect is als een kind tegen ons zegt van, ja, maar ik heb een geheimpje en ik wil dat met je delen. Is dat we
Dat we heel snel zitten, bijna in onze detective stand. Dat we daar heel erg door getriggerd worden en eigenlijk heel graag dat geheim willen weten. En probeer dat in eerste instantie altijd los te laten. Probeer het dan, ga het eerst hebben over, zo van, goh, vertel eens van, wat denk je dan wat er zou kunnen gebeuren als iemand jouw geheimtje kent? En hoe weet je dan dat dat zou gebeuren? Als kinderen bang zijn van, nou, dan wordt papa of mama wordt heel erg boos op mij. Goh, vertel eens, waardoor denk je dan dat zij heel erg boos op je zullen worden? En als dit een geheimtje voor jou is, is dat dan een geheimtje waar je eigenlijk het steeds een beetje buikpijn van krijgt? Is het een heel spannend geheim? Of gaat het over leuke geheimtjes? Want die zijn er natuurlijk ook. En dan kan je het daar samen over hebben. Vaak vraag ik ook wel aan kinderen of er andere mensen in hun omgeving zijn die hun geheimen kennen. Of als iemand in hun omgeving zou weten dat ze een geheimtje zouden hebben, wat zij hun dan zouden adviseren? Zouden ze dan zeggen, nou, dat moet je ook maar geheim houden. Of zouden ze zeggen, nee, het is toch beter dat je het erover gaat hebben. En dus het eerst meer weer hebben over die context. Van wat maakt dat een kind niet wil dat je ergens over gaat praten. Soms kan je kind daarin al geruststellen. Als het spannend blijft, dan is het denk ik heel goed dat je gaat uitleggen. Dat je van tevoren niet kunt beloven dat je iets geheim gaat houden. Want jij weet niet waar het geheim over gaat. En misschien gaat het over iets leuks wat je aan niemand hoeft te vertellen. Maar het kan ook gaan over geheimen. Dat er iets met jou gebeurt wat niet oké is. En dan vind jij het belangrijk om daar met andere mensen over te praten. Om samen te kijken van hoe kunnen we jou daarin het beste helpen. Dus dat is een beetje hoe ik er met kinderen mee omga. Ja, ik sluit me daar inderdaad bij aan. Wij geven ook vaak, eigenlijk in alle gesprekken die we met kinderen hebben. Gaan we het over de geheimtjes hebben. Gaan we ook eerst uitleggen van, goh, weet je wat geheimtjes zijn? En wat zijn leuke geheimtjes en wat zijn niet leuke geheimtjes? En op het moment dat het kind daar zelf een antwoord op kan geven, kan je ook door gaan vragen van, goh, herken jij dat? En kan je daar wat voorbeelden van geven? Werkt ook nog wel eens bij kinderen om het dan gewoon te veralgemeniseren. Dat je ook aangeeft van, goh, ik ken ook kinderen die bepaalde niet leuke geheimtjes hebben. Dus dat je het gewoon wat breder gaat stellen om een kind ook op die manier wel de mogelijkheid te geven. Goh, maar dat kan je wel gaan vertellen zo. En inderdaad, soms moet je gewoon geholpen worden en daarin ook het kind meenemen in de stappen die je dan gaat zetten. Van, goh, wat kunnen we nou wel gaan bespreken? Of wanneer gaan we het nou bespreken? En hoe gaan we het nou bespreken? En afhankelijk natuurlijk van de leeftijd van het kind en hetgeen dat er verteld wordt, neem je het kind zo mee in het proces. Dank jullie wel hiervoor. Een vraag ook over als je vermoedens hebt. Het niet pluisgevoel, hoe ga je daarmee om? Maar het kind, je maakt het bespreekbaar, maar het kind ontkent dat. Terwijl jij toch echt het gevoel hebt dat daar wel iets aan de hand is. Hoe gaat je daarmee om? En dan wil ik, als Annette daar ook haar visie weer op geeft, meteen ook de volgende vraag aan vastknopen. Als je dus een melding doet bij Veilig Thuis, je bent eruit gekomen en je vindt dat je het moet melden. Als leerkracht, van word je dan ook nog bij het vervolgproces betrokken en hoe word je daarbij betrokken? Dus de concrete vraag is van, je hebt een vermoeden, je maakt het bespreekbaar, maar het kind ontkent het. Hoe vraag je door? En hoe wordt de melder betrokken bij het vervolgproces in de risicovolle zorg? Ja, ik denk op het moment dat een kind ontkent. Ik vind het woord ontkennen vind ik altijd lastig, want dat impliceert dat wij het goed hebben en het kind het niet goed heeft. Want het kan natuurlijk best dat jij een onderbuikgevoel hebt of denkt dat het niet goed gaat met een kind. En dat het oprecht niet klopt. En dus dat is een mogelijkheid die je altijd open moet houden. En tegelijkertijd onderzoek ook daarin wat maakt dat een kind inschat van het is niet oké, het is niet veilig voor mij om het daar over te hebben. Ik vind dat ook, ik weet niet wie het boek heeft gelezen, van Karin Bloemen over haar seksueel misbruik in haar jeugd. Hoe ingewikkeld het voor kinderen is om te praten over wat er thuis gebeurt. Dus wij kunnen er niet van uitgaan dat kinderen ons vertellen van wat er gebeurt. Hè? Karin schrijft in haar boek dat er een moment was dat haar oudste zus uit huis geplaatst was, omdat zij had verteld dat zij misbruikt werd door haar stiefvader. Dus het onderwerp lag op tafel. Het was out of the open. En er is een moment dat Karin samen met haar moeder is. En haar moeder vraagt aan Karin van, goh, Karin, doet hij het ook met haar? Of met jou?
Ja, dus je zou zeggen, een uitgelezen moment voor Karin om dan tegen haar moeder te vertellen, ja, dat gebeurt ook met mij. Maar toch, op dat moment zegt zij nee. En dat is het, geeft ook zo duidelijk aan hoe ingewikkeld het is voor kinderen om te vertellen, ja, er gebeuren met mij nare dingen. En dus dat heeft te maken met de dynamiek, de ingewikkelde relatie tussen de pleger en het kind, het schaamtegevoel van kinderen, de ontzettend grote angst. Wellicht zijn er al andere nare dingen gebeurd nadat zij iets kleins hebben verteld aan iemand anders. Dus ik denk, leg daarin ook niet te veel druk op kinderen. Kinderen zijn daarin zo ontzettend kwetsbaar. Als wij daar te veel druk op leggen, zullen ze zich ook daarin niet meer gesteund voelen. Dus laat een kind gewoon weten, zo van, goh, het valt me aan je op. Dat je stiller bent, of dat je bozig bent, of wat dan ook. Ik wil heel graag weten hoe het met je gaat. En vandaar dat ik het je vraag, als jij zegt van, nee, gaat allemaal wel goed. Prima. Mocht het anders zijn, dan hoop ik dat je bij me terugkomt. Dat je die deur altijd open laat staan voor een kind om er met jou over te gaan praten. Maar heb ook respect voor die nee van een kind. Van, ik kan er niet over praten, ik durf er niet over te praten. Ja, en ik denk daarbij aansluitend, maar geef ik dan ook altijd aan van God, er is ook wel waarschijnlijk wel een zaadje geplant. Dat op het moment als het kind eraan toe is, dan zal het kind het of tegen jou gaan vertellen, of toch tegen de ander gaan vertellen, of toch realiseren van, goh, ik kan er toch over praten. Maar soms heeft hij ook even tijd nodig. En dat kan een week zijn, maar het kan soms ook wel hele tijden zijn voordat hij er wel aan toe is om er wat van te gaan vertellen. En de andere vraag, Benne, was wat gesteld werd van, goh, als een school een zorgmelding maakt bij Veilig Thuis, wordt de school dan ook bij het proces betrokken? Als de school een zorgmelding maakt, wordt inderdaad altijd bij het proces betrokken. Je krijgt in eerste instantie, als een zorgmelding bij ons binnenkomt, gaan wij het proces verrijken. Gaan wij kijken van, goh, wat is er bij ons bekend? Zit er al hulpverlening in en dergelijke? En daarin wordt een besluit genomen van, goh, kan de zorgmelding overgedragen worden? Bijvoorbeeld naar hulpverlening die al in het gezin zit, wat je als school niet weet. Dan krijg je dat van ons te horen, dat wij het niet in onderzoek nemen, maar dat het over wordt gedragen naar al betrokken hulpverlening. Dat krijg je altijd te horen. Op het moment dat een dienst van Veilig Thuis ingezet wordt, word je op het moment dat we de dienst van Veilig Thuis inzetten, betrokken en later ook als informant. En op het einde krijg je te horen van, goh, we hebben het onderzocht en dan houden we natuurlijk wel de privacy van het gezin in de gaten. Maar we vertellen wel in het kort wat eruit is gekomen. Of het wel bevestigd is en of er hulpverlening is. Je krijgt wel altijd een terugkoppeling. Ik hoop dat dat het antwoord op de vraag is. Vooral een terugkoppeling op processen, minder op inhoud. In ieder geval op proces en op inhoud waar nodig. Maar vaak maakt een school ook onderdeel uit van de keten, toch? Nee, absoluut. Dus dan is er een ander, dan is er ook een natuurlijke rol in het proces, lijkt mij. Ja. Een vraag over spreken met kinderen. Hoe doe je dat? Doe je dat altijd alleen, één op één? Of betrek je daar anderen bij? Hoe kleed je dat precies in? Een hele basale vraag dus. Margreet. Ja. Dat is voor veel professionals is dat altijd een vraag. Waar doe je goed aan? Doe je er goed aan om wanneer ouders zeggen zo van, ja, ik wil daarbij zijn om dat te honoreren of daarop in te gaan? Of doe je er goed aan om toch zonder ouders in gesprek te gaan? Belangrijk op het moment dat ouders geen toestemming geven om ook samen met ouders te onderzoeken van wat maakt nou dat het voor hun belangrijk is om erbij te zitten. Om oprecht nieuwsgierig te zijn naar de redenatie van de ouders, de motivatie van ouders. Soms hebben ouders iets over, ja, maar mijn kind fantaseert soms alles. En dan gaat hij de dingen groter maken dan het is. Vraag dan ook door aan ouders van, oké, maar waar zou ik dat aan kunnen merken? Zijn er speciale dingen waar ik op kan letten? Leg me uit hoe ik dat bij je kind zie. Dat kan soms een stukje geruststellend zijn. Soms hebben ouders ook heel erg zoiets van, ik wil erbij zijn, want ik wil weten hoe, welke vragen je stelt. Dus dat denken ze heel erg vanuit hun eigen perspectief. En dan vraag ik aan ouders ook altijd van, goh, wat is je eigen inschatting? Wanneer zal je kind mij meer vertellen als je daarbij zit of zonder dat jij daarbij bent? Als ouders zeggen nee, dan moet ik daarbij zijn. Oké, vertel eens, hoe weet je dat? Zijn er andere situaties geweest dat er ingewikkelde dingen met je kind zijn besproken? Hoe heb je dat toen aangepakt? Wat was het effect daarin?
Dus zoek in ieder geval altijd die dialoog van, met ouders op om het daar samen over te hebben. En ik denk een heleboel professionals kunnen ook gewoon niet zonder die toestemming van ouders in gesprek met kinderen. En binnen Veilig Thuis kan dat wel, maar blijft ook altijd ingewikkeld. Dus ik denk, zet ontzettend in op die samenwerking met ouders. Want ik denk, als je wel in gesprek gaat met een kind en een kind vertelt jou iets, ja, hoe ga je dan daarin weer die samenwerking met ouders zoeken op het moment dat je iets hebt gedaan wat zij helemaal niet wilden? En om die keten van geweld, om dat te doorbreken, om te zorgen dat je het geweld of de verwaarlozing stopt, heb je ouders nodig. Dus die samenwerkingsrelatie met die ouders is zo ontzettend belangrijk. En dat ze daarin ook voelen dat je dat vooral doet om te zorgen dat het beter gaat. Deze ouders zijn vaak op dit moment ook niet de ouder die ze willen. Zij willen ook er zijn voor hun kind. Zij willen ook lief en aardig zijn voor hun kind. En merken vaak ook wel, van dat lukt me nu even niet. Dus als je daarin meer naast staat, zal dat altijd een groot effect hebben. Ja, wij gaan... De vraag was inderdaad van, goh, hoe ga je een gesprek alleen in gesprek of met z'n tweeën in gesprek? Wij proberen inderdaad ook altijd naast mensen te gaan staan. Wel liefst alleen met een kind in gesprek te gaan. Of eventueel met een leerkracht, met een vertrouwenspersoon van een kind erbij. En wij vinden het wel heel belangrijk om inderdaad ook toestemming van die ouder te krijgen. En wij mogen inderdaad vanuit Veilig Thuis natuurlijk ook wel binnen bepaalde mogelijkheden, indien we dat nodig vinden, alleen met een kind in gesprek. Maar het beste is als ook voor het kind om de toestemming te geven aan ons om met ons te gaan praten, is dat de ouder het kind toestemming geeft dat wij komen praten, dat we als eerst met ouder gesproken hebben en dat die aangeeft van, goh, nou komt er ook nog iemand met jou praten. Dat is het ideaalste zo. En daar gaan we eigenlijk ook altijd vanuit. In noodgevallen, wat jullie ook allemaal kunnen bedenken, kunnen wij ook andere stappen zetten vanuit Veilig Thuis. Maar dan geven wij ook aan het kind van, goh, zo zitten we nu in gesprek en kijken ook naar de leeftijd van het kind, hoe het gesprek dan kan gaan verlopen. Het beste is, wij gaan in gesprek alleen met een kind, wel met toestemming van ouders. Dan ga ik nu de laatste vraag aan jullie stellen. En de andere vragen, als we er niet aan toe komen, dan behandelen we die in de mail die jullie van ons gaan krijgen. Er is iemand die maakt zich zorgen over de tijd die er zit, dat ze een melding gaat doen en dat het er dat tegen ouders gezegd heeft en de tijd dat het opgepakt wordt. Van hoe komt een kind dan in gevaar? Wat gebeurt er dan allemaal? Dat is een beetje een onheimisch gevoel dat iemand heeft. En hoe gaan we daarmee om? En kunnen jullie daar iets over vertellen? Wat is de tijd die er tussen een melding zit en het opgepakt wordt? En hoe, wat Annette vertelde, kunnen we dan die veiligheid garanderen? Zal ik daar mee beginnen, Margreet? Er kan inderdaad tijd tussen zitten. Wij gaan proberen wel zo snel mogelijk binnen een aantal dagen, als wij een melding binnenkrijgen, contact met in ieder geval de ouders, de direct betrokkenen, op te nemen. Om ook aan te geven, goh, zijn er nu zorgen over de onveiligheid? Dus om al een eerste inschatting te maken. En vervolgens gaan wij met die inschatting die wij dus met ouders dan hebben gemaakt, kijken van, goh, wanneer kan de dienst van Veilig Thuis ingezet worden. Het kan zijn dat er inderdaad een periode tussen zit. Daarin zijn jullie als melders ook altijd onze ogen en oren. Om dan ook te weten van, en dat geven wij ook altijd aan, van, goh, op het moment dat we nog niet in onderzoek zijn, of dat we nog geen betrokkenheid hebben, en jullie krijgen weer signalen, schroom niet om nog even contact met ons op te nemen, om die signalen te delen, om dan weer met elkaar te gaan kijken van, goh, kunnen we wat moeten we nu al? Eigenlijk dan is het ook weer, die veiligheid, die doen we samen. Hè? Die doen jullie, die doen wij. En we gaan met elkaar kijken hoe het zo veilig mogelijk op dat moment is voor het kind. Ja. Margreet, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja, dat ik wel denk dat we met ons allen heel erg bewust moeten van moeten zijn dat een disclosure van een kind zou eigenlijk gewoon hele hoge prioriteit moeten. Op het moment dat een kind er zelf een onthulling doet, dan moet er heel snel iets gebeuren. En helaas lukt dat niet altijd op dit moment. En dat is heel schrijnend. Dus heel belangrijk op het moment dat er een onthulling van een kind is, je bent in contact met Veilig Thuis om samen na te denken, om om te gaan met de moeilijkheden die er soms zijn met wachttijden en dat soort dingen.
Wat is daarin nodig? Wat voor afspraken kun je maken? Van wat is realistisch? Wat is voor het kind oké? Wat voor periode? Want soms heeft een kind een onthulling gedaan, dan ga je dat nog niet direct openleggen. Maar hoe lang kan je van een kind verwachten dat hij met zo'n geheim rondloopt? Dat moet gewoon niet te lang zijn. Want dan raakt de motivatie bij een kind natuurlijk ook weg. Maar laten we realistisch zijn, er zijn wachtlijsten. Die zijn er helaas. En ik denk dat iedereen zijn uiterste best doet om daar heel snel een einde aan te maken. Maar ga met elkaar die inschatting inzetten. Op het moment dat jij een melding hebt gedaan en je vindt dat die niet snel genoeg opgepakt wordt, ja, neem weer contact op. Zoek die dialoog op met elkaar. Dat is ontzettend belangrijk. En zeker inderdaad wat je zegt, Margreet, als een kind een onthulling heeft gedaan, dan gaan we ook inderdaad er sneller op in. En dan is het inderdaad wat je zegt, van gewoon zoek het overleg, zoek het contact en ga samen kijken, ook met Veilig Thuis, wat er op dat moment nodig is voor de veiligheid. Mooi einde, denk ik. Mooie slotwoorden van Annette. Ik vond het vanmiddag heel fijn om een keer vanuit het kindperspectief met elkaar kennis te delen en van gedachten te wisselen. Niet alleen het praten met kinderen, zoals we de aankondiging begonnen, maar heel duidelijk is ook dat het luisteren naar kinderen, dat dat toch wel prioriteit moet hebben en dat dat ook vaardigheden behoeft. Dus ik kan me ook voorstellen dat er bij onze luisteraars, deelnemers, netwerken vragen zijn of graag verdiepingen willen. Dan horen we dat graag. Je kunt altijd naar de taskforce mailen. De vraag was ook van, krijgen wij de presentatie en kunnen we het terugzien? Ja, dat kan. Jullie krijgen binnen 1 of 2 dagen van onze mailbericht met een link naar het filmpje van de opname van vandaag. Daarbij sturen we ook meteen de PowerPoint. We beloven dat we ook het linkje erbij doen naar het filmpje wat vandaag niet werkte. De oproep zullen we ook herhalen van Margreet, die is mij bijgebleven. Het is nooit jouw schuld. En hoe kunnen we dat nog beter bij kinderen gaan krijgen? Dat we daar met z'n allen over na gaan denken van hoe we die boodschap verder gaan brengen. Het is nooit jouw schuld. Dus jullie krijgen van ons post in de mailbox. Ik ga ook nog even vertellen dat we nog een aantal andere webinars gepland hebben staan morgen alweer. En dan kom ik even terug op de vis en de hond die in jouw presentatie zaten. We hebben het morgen namelijk over huisdieren, geweld en corona. Dus nou, als die metaforen, die voorbeelden aanspraken, dan kunnen mensen morgen om 5 uur nog een keertje inloggen. Dan is Janine Jansen, lector veiligheid, onze presentator, als een boeiend verhaal. Ze heeft ook gepubliceerd, boek geschreven over het onderwerp. En ja, er is een echt dierenmishandeling en huiselijk geweld. We gaan het ook nog een keer hebben over eergerelateerd geweld, over goed werkgeverschap, toxische stress, kwetsbare kinderen. Dat staat allemaal op de website www.zorgenomeenkind.nl. En dan bij activiteiten, daar zijn ook de filmpjes straks terug te kijken. Rest mij nog om vooral Margreet en Annette ontzettend te danken voor hun inspanningen om hun kennis met ons te delen, om vandaag een mooie presentatie te verzorgen. Jullie krijgen hem. En iedereen bedankt voor het aanmelden en het inloggen vandaag. Tot de volgende keer namens de Taskforce. Oké. Okay. En jij bedankt voor het organiseren. Heel fijn dat je deze manier kan.